Wie bent u? Ik ben Alex van Dijk. Wat doet u in de racerij? Ik ben hellingnavigator en ik ben monteur in de autosport. Vindt u dat ook het leukste aan de autosport? Ja, überhaupt bezig zijn in de autosport is heel leuk. Of je dan monteur bent, of je rijdt zelf, of je doet ergens anders iets betekenen, zeg maar. Ergens anders zelf als official tijdens een rally of zo. Dat is gewoon überhaupt bezig zijn met de autosport, dat is gewoon het leukste. Welke autosport volg je op televisie of op internet? Ja, ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk van de WK rally te volgen. Oké. En hoe ben je ooit geïnteresseerd geraakt in vooral rallyrijden? Ik ben ooit een keer, in 2013, heb ik een berichtje op Facebook gezet van welk team zoekt er nog een monteur. En zo ben ik bij een team terechtgekomen. Via zo ben ik eigenlijk in de rally terechtgekomen. Oké. Wat is de reden dat je geen andere autosportklasse volgt? Ik vind Formule 1 een beetje... oudbolig, zeg maar. Ik heb eigenlijk niet zoveel met al die regeltjes en dingetjes. Voor mij maar gewoon lekker rally rijden. Gewoon lekker van A naar B zo snel mogelijk. Dat is veel spectaculairder dan met de 300 over een circuit in rijden. Want voor de mensen thuis en die dit zitten te kijken, bij rally rijden heb je geen regels? Je hebt zeker wel regels. Je hebt eigenlijk meer regels dan tijdens de Formule 1. Alleen, het is doordat je op verschillende wegen rijdt en verschillende soorten ondergrond hebt, is het veel spectaculairder en gaat het ook naar verhouding, gaat het veel harder. Dus ook gewoon met 200 over een gravelweg door Zweden heen bijvoorbeeld, dat doen ze met 2K in. Niet met 300 gewoon rondjes rijden op een circuit, zeg maar. Dat is ook heel moeilijk, maar het is makkelijker dan... circuitrijden is makkelijker dan rallyrijden. Oké, nou dan wil ik jou...